Ik wilde eigenlijk van kind af aan al boer worden. Dat is eigenlijk een passie. Het zit van kind af aan gewoon in je. Altijd eigenlijk op het bedrijf rondgelopen. Eerst nog met mijn opa en met mijn vader en later met mijn vader. Op mijn 21ste afgestudeerd en toen direct in de maatschap. In 2006 het bedrijf overgenomen van mijn ouders en uitgebouwd tot wat het nu is. Het is in mijn beleving het mooiste beroep wat er is. Het is een combinatie van factoren. Het werken van seizoenen, maar ook het ondernemerschap. De vrijheid, buiten zijn. Duurzaamheid is een heel ruim begrip. Ik ben de vierde generatie akkerbouwer op dit bedrijf. Het is al drie keer overgegaan van vader op zoon of dochter. Ik heb het van mijn vader overgenomen en daar ben ik eigenlijk heel trots op. En ik hoop ook dat ik in de toekomst kinderen heb die het van mij over gaan nemen. Bodem is eigenlijk de basis voor een duurzame bedrijfsvoering. We moeten zorgen dat we die bodem goed in conditie hebben. Dan groeien een goede gewassen en wat er geld verdient. Dan is er ruimte om te investeren in nieuwe technieken als bijvoorbeeld zonnepanelen of GPS. Dus doen we heel erg ons best om een goede en weerbare bodem te hebben. Dus we voeren zoveel mogelijk organische meststoffen aan, voeren compost aan. Wij verhakselen het stro naar de graanteelt en we zaaien zoveel mogelijk groenbemesters als dat mogelijk is. Waardoor de grond dus een hoog organische stofpeil krijgt, waardoor hij dus weerbaarder is en langer vocht vasthoudt. Sinds een aantal jaren doen we aan agrarisch natuurbeheer. Dus we begonnen met akkerranden, met mooie bloemen voor bijen en vlinders. We kregen heel veel positieve reacties op van burgers. Sinds 2 jaar hebben we ook een wintervogelvoerveld. Dat is een perceel waar we granen zaaien, wat we niet oogsten en wat de vogels in de winter mogen opeten. Op deze manier geven we een stukje extra dimensie aan biodiversiteit in onze regio. Wij zijn bij Veldleeuwen gegaan omdat duurzaamheid een belangrijk item is op ons bedrijf. Binnen Veldleeuwerik zijn heel veel thema's aan de orde die mij aanspreken. Een van de onderdelen van Veldleeuwerik zijn de regiogroepen. Binnen die regiogroep komen we regelmatig bij elkaar. Met 12, 13 boeren gaan we dan om tafel en bespreken we actuele thema's. Je ziet toch dat je meer van elkaar leert dan dat je het uit een tijdschrift haalt of van internet haalt. Het thema wat hier speelt is opslag van zonne-energie in accu's. Nou, collega's hebben dat hier ook gezien en dan zie je toch dat het voor hun eye-opener is en dat het zelf ook animo geeft om te investeren. We hebben in een zonnepanelen geïnvesteerd omdat het eigenlijk vrij eenvoudig is om uit te rekenen of het rendabel is of niet. Dat is met een trekker of een roermachine niet altijd zo. Daar komt bij dat het is duurzame energie, het is groene energie. Dat is met gas en olie natuurlijk niet zo. En ik verbaas me wel eens over dat nog niet meer collega's in zonnepanelen geïnvesteerd hebben. Sinds kort hebben we gewassensoren op de spuit. Met die gewassensoren kunnen we dus plaatsspecifiek meten wat de groeikracht van het gewas is. Die sensor die ziet in het gewas veel eerder wat er aan de hand is dan ik met het blote oog kan zien. Waardoor ik daar eerder op in kan spelen. En dat maakt het leven voor mij als boer een stuk makkelijker. Ik weet niet wat er in de toekomst allemaal nog mogelijk is. Maar er gaat ongetwijfeld nog heel veel veranderen. Je ziet nu al tractoren zonder bestuurder. Dus misschien heb ik over een paar jaar ook wel een aantal van die tractoren. En kan ik mijn bedrijf runnen vanuit mijn luie stoel.